Dag lieve kijkbuiskinderen, wat fijn dat jij er weer bent, dat je mijn kanaal hebt gevonden, hashtag Meesterbos gaat los. Vandaag gaan we het hebben over rekenen, les nummer 2 van blok 5 en dan gaan we kolomsgewijs delen. Super moeilijk woord, ik noem het altijd liever de hapmethode, omdat je leert om hapjes te nemen uit een grote deelsom. Als je goed oplet kun je zelfs elke moeilijke deelsom oplossen, dus dat is super handig, want de plussommen, de minsommen, en de keersommen kun je al. Nou, als we daar de delen doorsommen bij doen, dan hebben we ze allemaal gehad. En dan zit je gebakken. Vandaag gaan we daarmee oefenen. Je hebt voor de vakantie al van juf Bult een eerste les gekregen hierover. Vandaag gaan we ermee verder. Zorg dat je sowieso je kladblok bij de hand hebt. Want die heb je en moet je echt gebruiken. Anders ga je vastlopen. Dus pak die alvast. Zet mij op pauze. Pak die snel en dan zie ik jou zo weer. Gelukt? Mooi. Fijn. We gaan van start. De startoefening van vandaag die ga ik voor je op het bord schrijven. Dat is een deelsommetje die je kolomsgewijs moet oplossen. Het sommetje is 660 gedeeld door 15. Wat ik altijd doe is ik maak er zo'n vormpje bij. Dat kun je hier ook wel duidelijk zien. En als je dat vormpje erbij doet, dan kun je daarnaast heel makkelijk schrijven hoeveel hapje je eruit neemt. En kun je hier de minsommetjes uitrekenen. Dus dat is super handig. Schrijf deze op je kladblok. En zorg dat je hem goed en netjes erop hebt staan. Voordat we nu verder kunnen, moeten we allereerst een lijstje maken. Dat lijstje dat de methode aangeeft, dus altijd 1 keer, 2 keer, 5 keer en 10 keer. Nou doet de meeste vaak 1 keer, 2 keer, 4 keer, 8 keer en 10 keer. Waarom? Omdat 4 het dubbele van 2 is en 8 het dubbele van 4 is. Dus dat zijn hele makkelijke om te gebruiken. Zorg dat je het hulplijstje bij de hand hebt. Die kun je heel goed gebruiken bij deze som. Ik ga hem opschrijven voor je. We hebben het over het getal 15, want dat is ons deelgetal. Dus daar moet ik een lijstje voor maken. Ik schrijf hier 15 op. Dan doe ik 1 keer, 2 keer, 4 keer, 8 keer, 10 keer. Zorg dat je dit lijstje uit je hoofd kent. Ik ga hier namelijk naar vragen als je straks weer terug op school bent. En ook tijdens de vragenuurtjes kom ik hierop terug. Dus zorg dat je die uit je hoofd kent. 1 keer, 2 keer. 4 keer, 8 keer, 10 keer. En onthoud, als je iets 7 keer opzegt, zit het in je hoofd. Dus je mag mij nu even op pauze zetten. Zeg iets 7 keer op en zie ik jou weer terug. Gelukt? Top. Gaan we verder. 1 keer 15, gaan we een lijstje invullen, is 15. 2 keer 15 is 30. 4 keer, dus het dubbele daarvan, is dus 60. 8 keer is het dubbele daarvan, dus dat is 120. En mijn laatste is 150. Nou heeft juf Bult jullie al verteld dat je een trucje mag toepassen. Je mag werken met nullen als je het hebt over dit lijstje. Zijn deze getallen voor jou nou niet groot genoeg? Wil je sneller die som oplossen? Dan mag je altijd een nul plaatsen. Maar let op. Maak ik van 2 20, dan wordt 30, daar komt dan ook een nul achter, 300. Dus zo mag je ook met je lijstje rekenen. En daarom moet je hem op je kladblok schrijven, want dan kun je heel makkelijk met het potlood even een nulletje erachter zetten. Dan kun je veel sneller rekenen. Maak er handig gebruik van, want dat schiet heel erg mooi op. Want stel nou dat ik 660 ga delen. Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn. Welk van deze getallen komt er dan in de buurt? Nou, ik zie hier al 60 staan. Maar ja, 60, daar gaat me niet snel genoeg. Dus ik ga nu meteen met de nullen werken. Ik maak van 4, 40, ik zet er een nulletje achter. Dat betekent dus dat ik van 60 600 maak. Zet ik ook een klein nulletje achter. Nou ga ik happen nemen. Wat is de eerste hap die ik ga nemen? Nou, ik zet eerst even het getal hieronder. Voor het gemak. Dat rekent wel lekker. 660. Nou ga ik een hap nemen. En ik wil heel graag de hap van 40 nemen. Dus ik zet hier 40 keer. En dan schrijf ik hier 600. Streep eronder, minder naast. En dit kun je van rechts naar links minsom. 0 min 0 is 0, 6 min 0 is 0 en 6 min 6. Oh, sorry. Meestal waren een foutje.
6 min 0 is natuurlijk 6. 6 min 6, dat is wel 0. Hou ik 60 over. Welke hap moet ik nou doen? Zie je hem al staan in het lijstje? Ja, want ik had hiervoor 4 keer. Dat is namelijk 60. Dus ik ga een hap van 4 nemen. Dus ik schrijf hier 4 keer. Neem ik een hap van 60. Streep eronder, min ernaast. 0 min 0 is 0. 6 min 6 is 0. Dan ben ik klaar, ik heb niks meer over. Waar staat mijn antwoord nou? Nou, het antwoord zijn de happen die je hebt genomen. Namelijk dit. 40 en 4. Die tel je bij elkaar op. 40 plus 4 is 44. En dat is mijn antwoord. Nou, doen we dat nu nog redelijk langzaam. Als je op een gegeven moment dit lijstje maakt, kun je supersnel grote deelsommen oplossen zonder al te veel problemen. De stadoefening van vandaag. Ik hoop dat je met meegeschreven nu op je klapblok hebt staan. Zorg dat je het lijstje 1 keer, 2 keer, 4 keer, 8 keer en 10 keer in je hoofd hebt zitten. We gaan door. Want vandaag is het lesdoel dat je kolomsgewijs gaat delen, oftewel de HAP-methode. Het liefst in 2 stappen. Waarom willen ze dat nou? Nou, ze willen je trainen om in zo min mogelijk stappen deze som op te lossen. Want het mooie daarin is, hoe minder stappen, hoe sneller jij klaar bent. Hallo boys en girls, hier zijn we weer met een kijkersvraag van de week. We zijn deze keer op het evenement in de open lucht. Er worden evenementen gehouden op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport, wetenschap en meer. Wisten jullie dat er in Nederland elk jaar bijna 1000 muziekfestivals georganiseerd worden? Dit is Roos en zij heeft een vraag. Hoi, ik werk op dit festival en ik moet de lege flessen voor de emballage verzamelen. Ik heb hier 308 flessen en die moet ik in deze krat. In elke krat kunnen 14 flessen. Hoeveel kratten heb ik dan nodig? Zo, dat is een lastige, maar dat rekenen we gewoon even uit. Dus, we moeten 308 gedeeld door 14 doen. Wacht, dat schrijf ik even op. Dus 308 delen door 14 is 22. Dus Roos, je hebt 22 kratten nodig. Nou, succes! Want hier ben je nog wel even mee bezig. Nou, het zou dus zomaar kunnen zijn dat je op een festival komt te werken en dat je dus deze som moet oplossen. Hoe handig als je dat eventjes snel voor jezelf kunt doen. Van mij krijg je nu 30 seconden de tijd, je mag mij even op pauze zetten, om een verhaaltje bij deze som te verzinnen. 430 gedeeld door 17. Wat voor verhaaltje zou daarbij komen? Zet mij op pauze en bedenk een antwoord. Gelukt? Ik ben benieuwd. Als je een leuk antwoord hebt, mag je hem zetten in de reacties van deze YouTube video. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen als voorbeelden voor deze som. Oké, het lijstje invullen. Ze zetten dat in de methode net iets anders dan het meeste dat doet. Ik vind mijn manier fijner rekenen. Je kunt er wat meer sommen mee oplossen. 1 keer doe ik ook, 2 keer, 10 keer, maar wat meestal nog toevoegt is 4 en 8, omdat het het dubbele is. 4 keer, 8 keer, 4 is het dubbele van 2 en 8 is het dubbele van 4. En 5 zou je natuurlijk ook nog kunnen toevoegen, want 5 is de helft van 10, dus die kun je ook heel makkelijk oplossen. Welke som wordt hier nou bij? Nou, hij staat er al. 430 gedeeld door 17. Ik ga eens even het lijstje invullen, zodat we ermee kunnen rekenen. 1 keer is 17, 2 keer is 34. 10 keer is natuurlijk 0 erachter, dus dat is in plaats van 17, 170. 5 keer is daar de helft van, wat is de helft van 170? Dat is 85. En de meeste voert 4 en 8 nog even 1, omdat die heel fijn zijn om mee te rekenen. 4 is het dubbele van 2, dus dat is niet 34, maar dat is 68. En daar het dubbele van is 136. Nou heb ik mijn lijstje compleet en dan kan ik deze gaan oplossen. Ik ga hem eens eventjes opschrijven.
Ik doe het een beetje klein als ik hoop dat je het kan zien. Ik heb hier de som. Lijntje eronder. Ik schrijf het getal nog een keer op. Voor het gemak. Ik heb mijn lijstje, had ik net al compleet. Oh, die ben ik nu kwijt. Doe ik even heel snel opnieuw. En dan ga ik kiezen welke hap ga ik nemen. Je wil een zo groot mogelijke hap, want dan zijn we snel klaar. Alright, ik ga kijken. Die is al mooi. Maar deze, als ik hier nou eens een 0 achter zet, dan kom ik nog dichter in de buurt. Ik ga een stap van een hap van 340 nemen. En dat is dus 20 keer streep eronder, min ernaast. 0 min 0 is een 0. 3 min 4, dat kan niet. Gaan we lenen van de buren. Dan wordt dit een 3. En dan wordt die 3 een 13. 13 min 4, dat kan wel. Dat is een 9. En 3 min 3 is 0. Heb ik nog 90 over? Welk getal uit deze rij komt daar nou het dichtst bij? 5 keer natuurlijk. Ik schrijf op. 85. 5 keer ernaast. Min 0 min 5, dat kan niet. Gaan we lenen van de buren. Dan wordt een 9 een 8. En een 0 wordt een 10. 10 min 5 is 5. 8 min 8 is 0. Hou ik 5 over? Heb ik het nou verkeerd gedaan? Want ik heb al wat over. Ik heb het niet opgelost. Wat is er nou aan de hand? Want ik kan niet meer een hap nemen uit die 5. Want het kleinste wat ik kan doen is 7. Maak je niet druk, er is niks aan de hand. Dit kom je vaker tegen, helemaal groep 7 en 8. Soms kan een deelsom niet tot 0 worden uitgerekend. Omdat er nog wat over is, een soort van restje. En dat noemen ze dan ook rest. Dus in dit geval, als ik het antwoord zou willen geven, kijk eerst naar wat er hier staat. Dat is 25 bij elkaar opgeteld. Schrijf ik 25 op. In 430 past 17 dus 25 keer. Maar dan hou ik nog een klein beetje over. Dat schrijf je op als rest. Of, voor degene van jullie die een beetje lui zijn, mag je ook een kleine R schrijven. Rest 5. Want ik heb nog 5 over. En zo heb ik de som goed opgelost. Oké, ik praat je door het laatste stukje heen. Bij oefening 1 moet je de som invullen, goed kijken naar het verhaaltje en vervolgens ga je op je kladblok uitrekenen. En vul je dus het antwoord in en wat je aan rest eventueel nog over hebt. Oefening 2. Schat deze sommen. Ik zie hier al twee getallen die vrij dicht bij de 300 liggen. Nou weet ik dat 2 keer 15 30 is. Dus dat betekent 20 keer 15 is dan 300. Een tip van meester, het lijstje met die keersommetjes, 1 keer, 2 keer, 4 keer, 8 keer, 10 keer, schrijf die eens even op voor het deelgetal 15. Dan kun je heel makkelijk gaan schatten met deze sommen en ze op de goede volgorde zetten. Eerste stap oefening is een verzameling van oefening 1 en 2 en die kun je daarom goed maken. De denkvraag die ik je meegeef, en je mag daarop reageren hier op mijn YouTube kanaal onder deze video in de reacties. Bij het verhaal van 402 ballonnen die verpakt waren in zakjes van 12 ballonnen is het antwoord 33 zakjes en 6 ballonnen over. Die 6 ballonnen over is dus rest. Kun jij bij de som 402 gedeeld door 12 een deelverhaal bedenken? Waar toch een ander antwoord uit gaat komen. Nou, ik ben benieuwd. Dat was hem alweer vandaag. Een iets langere instructie omdat deze manier echt eventjes goed aangeleerd moet worden. Dus zorg dat je hier heel goed mee oefent. Kun je dit namelijk, dan wordt het alleen maar makkelijker. En dan maakt het niet uit of ik jou nou een deelsom van 1 miljoen geef. Of van 1000. Je kunt ze allemaal oplossen. Fijn dat je keek. Heel goed. Blijf dat volhouden en doen ook nu je weer thuis zit. Ik wens je veel succes met de rekenles. En tot die tijd. Ciao.